Beste leden, vrijwilligers, sponsors en supporters van onze vereniging. We staan op de drempel van een nieuw jaar en traditioneel is dat altijd een moment om even terug te blikken op het oude jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. We nemen daar normaal gesproken onze nieuwjaarsreceptie voor, maar zoals bekend zal die niet doorgaan dit keer. We hopen dat dit eenmalig is en dat we nu op dit moment het eventjes moeten doen met dit, met dit filmpje. 2020 is een ander jaar geweest dan iedereen vooraf had kunnen voorspellen. Vooral, uiteraard, privé heeft het een enorme impact gehad, maar ook op onze vereniging en op voetbal in zijn algemeenheid. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld de vorige competitie niet af mogen maken: geen kampioenen, geen degradanten. En de nieuwe competitie is inmiddels ook alweer stilgelegd sinds half oktober. We hebben niet kunnen trainen een groot deel van het jaar. Met name voor de senioren was dat lastig. Voor de jeugd zat er nog iets in het vat de afgelopen periode. En heel belangrijk natuurlijk, ons jubileum: 75-jarig bestaan van onze vereniging. Zouden we in het voorjaar een enorme feestweek hebben gehad. En in het najaar een receptie met een nare feestavond. En helaas kon ook die niet doorgaan. Laten we hopen dat dat in het nieuwe jaar anders is. Uiteraard hebben we heel veel andere dingen wel gedaan, want een vereniging is uiteraard veel meer dan alleen maar voetbal en trainen. Op organisatorisch vlak hebben we de nodige zaken opgepakt. Zo hebben we een nieuwe kledingcommissie, zo zijn onze vrijwilligers bij de kantine met een behoorlijk aantal uitgebreid. We hebben een B-veld, wat nu ook voorzien is van een sproeïnstallatie. We maken veel meer dan normaal gebruikelijk van onze sociale media, onze website en van onze informatie via de rood-witte. Maar ook op voetbalgebied is er toch het een en ander gedaan, maar dan meer op organisatorisch gebied. Er zijn behoorlijke stappen gemaakt en de resultaten daarvan zullen jullie ongetwijfeld in het komend jaar nog kunnen zien. Uiteraard maken wij daarbij steeds gebruik van onze informatiekanalen die al bij jullie bekend zijn. En dat zullen we ook de komende jaren blijven doen. Ook voor 2021 staan er weer de nodige uitdagingen voor ons op het programma. Wij gaan dat oppakken, uiteraard, met onze vrijwilligers. Daar hebben we er heel veel van, maar uiteraard. We kunnen er daar nog veel meer van gebruiken. Wij komen daar de komende periode ongetwijfeld bij jullie op terug. Want we zijn een vereniging. En zoals onze slogan luidt: Onze vereniging ben jij samen met mij. Maar het belangrijkste is uiteraard dat we weer mogen gaan voetballen. Voetballen en trainen. En wat dat betreft zijn er toch ook wel weer wat lichtpuntjes. We kunnen ons laten vaccineren, zij het heel gefaseerd. En als we ons gedrag gewoon aanpassen zoals dat van ons gevraagd wordt. Is het wellicht mogelijk om een redelijk korte termijn weer het voetballen te kunnen hervatten? Maar dan wel met toeschouwers en een kantine die open is. Want dat hebben we natuurlijk ook gemist in de afgelopen periode. Nog even dit. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie is het gebruikelijk dat we onze jubilarissen van dat jaar altijd eventjes in het zonnetje zetten. Mensen die 25 jaar, 40 jaar of 50 jaar lid zijn van onze vereniging. Ook dat kan op dit moment helaas dus niet doorgaan. En als bestuur zijn we nog aan het kijken hoe we daar qua plaats en tijd invulling aan kunnen geven. Rest mij nog om jullie namens het hele bestuur een heel gelukkig, gezond en vooral hopelijk op korte termijn weer sportief 2021 te wensen.